Campagne tegen laaggeletterdheid in Den Haag krijgt een boost. Proef met Park & Rail voor bezoek aan de Mall of the Netherlands. En Gymworld Zoetermeer voortaan toegankelijk voor iedereen. Goeiedag, dit is RegioNieuws TV van 21 september 2021. De campagne Ik wil leren gaat deze week van start in Den Haag. Hiermee wil de gemeente meer laaggeletterden bereiken. Ze kunnen met flyers of via een lokale webbalie aangeven wat ze willen leren. Dat kan lezen zijn of schrijven, rekenen of bijvoorbeeld omgaan met geldzaken. Daarna worden ze doorverwezen naar passend aanbod. Het is nu de Haagse Week van Lezen en Schrijven en de gemeente Den Haag vraagt extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. De wervingscampagne richt zich op volwassenen die niet voldoende vaardigheid hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Begin volgende maand start een proef met Park & Rail bij de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld, komt er steeds meer publiek en steeds meer mensen naar het winkelcentrum. Dit leidt tot parkeeroverlast. Tijdens de proef kunnen mensen hun auto parkeren op het parkeerterrein aan de Castellum langs de A4 en verder reizen met tram 19 naar de Mall. De proef is ook een voorbereiding voor het najaar, wanneer het erg druk kan worden en mensen vanwege het slechte weer ook vaker de auto nemen. Er wordt daarnaast gewerkt met het verbeteren van de fiets- en wandelroutes en het bouwen van een bewaakte fietsenstalling. De tramhaltes en oversteekplaatsen rond de Mall worden ook verbeterd. Met twee minder valide toiletten, liften, geleidelijnen en meer voldoet het nieuwe gebouw van Gymworld in Zoetermeer ruim aan alle eisen van de toegankelijkheid. Donderdag 16 september plaatste wethouder Ter Laak de speciale sticker op het gebouw. Zo wordt zichtbaar dat het pand toegankelijk is voor alle inwoners, met en zonder beperking. Gymworld ontving al eerder het certificaat toegankelijkheid, maar het officiële moment liet nog even op zich wachten. De leden van de Toegankelijkheidsraad zijn ook zeer tevreden met het resultaat. Dit is een onafhankelijk orgaan dat de burgemeester en wethouders advies geeft. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's en video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv, maar via WhatsApp kan ook. Het nummer is 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.